Vandaag een Photoshop tip. De Image Processor. Een stukje magie binnen Photoshop, maar helaas te weinig gekend. Wat is het idee? Ik heb een reeks afbeeldingen. Ze staan allemaal mooi samen in een mapje. En dit is nu nog een zeer gemakkelijk aantal, maar je kan je ook voorstellen dat je mappen vol met honderden afbeeldingen hebt. En dan moet je daar plotseling iets mee doen, zoals bijvoorbeeld design momenteel JPEG. Ik wil dat die allemaal Photoshop formaat zijn, PSD. Daarvoor hebben we de Image Processor. En dat is een functie die je gaat vinden in Photoshop onder File Scripts Image Processor. We gaan dat even opstarten en het is eigenlijk een heel eenvoudig proces. Je kiest je map waar je huidige afbeeldingen staan. Dat ga ik hier even doen. Dit is dus mijn map. En ik wil dat opslaan in dezelfde locatie, dat is gemakkelijk. Ik zou het ook in een nieuwe folder kunnen kiezen, maar laat het ons eenvoudig houden hier. En ik wil op dit moment inderdaad een PSD-formaat. Ik heb nog een kleine optie, Maximize Compatibility. Ik ga dat even aanzetten. En ik ga ook meteen even als TIFF ook opslaan, om te zien wat dat geeft. En ik kan nog een actie toevoegen, een Photoshop actie op het einde, maar daar ga ik even niet mee aan de slag. Laat het ons op dit houden en ik druk op Run. En dan gaan de afbeeldingen even erdoor gejaagd worden, even geduld. Oké, dat gaat best vlot genoeg. En in mijn Finder venster ga ik ook even gaan kijken. Ik zie hier al dat ik een mapje heb bijgekregen voor de PSD's en eentje voor de TIFFs. Dus die worden automatisch in zo'n mapje gesorteerd. Dat mapje zal altijd zo gaan heten. Oké. Dat is best wel handig. Dus als je liever met PSD-bestanden als bronbestand aan de slag gaat, of TIFF, dan kan het heel gemakkelijk op die manier. Een paar kleine extraatjes die zeer handig zijn. Dan kan je even opnieuw opstarten. Stel nu dat ik die wel als JPEG wil, maar ik wil die heel vlot gaan resizen naar een bepaald formaat. Bijvoorbeeld een lagere resolutie. Ik zeg nu maar iets. 500 pixels. Ik heb die Resize to Fit functie aangeklikt. En dan kan ik meteen de breedte en de hoogte kiezen. Maar het mooie hiervan is, ik maak hier mijn afbeeldingen niet vierkant door. Nee, dat is de maximum breedte of de maximum hoogte. Dus de foto's zullen proportioneel niet vervormd worden. Dus die gaan altijd maar maximum 500 hoog of breed zijn. Bij het JPEG 7 kan ik ook nog de kwaliteit bepalen. Uiteraard, het maximum is hier nog altijd 12. Oké. Laat ik dat even proberen. Dus ik krijg hier al een mapje JPEG bij en dan zien we dat langzaam opgevuld worden. Dus voor gebruik van verschillende formaten van je afbeelding, je hebt misschien een medium resolution of een heel lage resolutie nodig. En dan kan je even op die manier de pixel dimensions gaan beperken. Goed, dus wat kan je daar dan verder mee doen? Van alles uiteraard, dan ga je daarop gaan verder werken. Stel nu dat je dit even opnieuw wilt doen, dat moet ik ook even getoond hebben. Er is een fout gebeurd of je hebt de bronbestanden even bewerkt en je wil opnieuw als PSD gaan opslaan. Dan kan je maar beter de eerste output gaan verwijderen. Ik zal dat gewoon even tonen waarom dat is. Ik ga dat even gaan runnen. En we zien hier eigenlijk al meteen wat er gebeurt. Dus er worden eigenlijk
kopies gemaakt naast de originele of naast de eerste output. Wat wil zeggen dat ik met duplicaten ben te zitten. Dus hier gaan we dus wel beter eerst verwijderen of gewoon de map hernoemen, zou ook al werken. Ik ga dit nog even opnieuw doen. Zo, en dan ga ik de image processor nog eenmaal starten. Want die acties, die kunnen ook wel nog handig zijn. Als ik hier even naar kijk. Wat kunnen we hier dan doen? We kunnen een van onze bestaande acties gaan kiezen. En dat gaat dan eigenlijk... Ik zeg nog maar iets. Ik heb hier een CMYK-actie die je kan gebruiken. Of je hebt een actie om de resolutie aan te passen. Dan kan je dat op dit moment even laten lopen. Heel belangrijk is wel de... File type saving zal eerst gebeuren, dus het zal eerst als PSD opgeslagen worden en dan zal de actie pas lopen. Dat is wel iets dat belangrijk is, zeker als uw acties gebouwd zijn rond het gebruik van lagen bijvoorbeeld, dan moet je wel weten in welke volgorde dat dit zal uitgevoerd worden. Zo, dat was het wat ik te vertellen heb over de image processor. Ik hoop dat je daar zeer dankbaar gebruik van zal kunnen maken. Tot een volgende keer.